Twee. Dat is geen twee. Oeh, vind ik ook goed. Walk naar een plek toe. Ja. Ah, oh, die pak ik net. Dat zijn vaak de kutste, ja. Oh. Ben ik heel blij mee. Dan kom ik een beetje weg hier. Want ik zat al bijna weer op het startsalaris. En daar wil je eigenlijk niet zitten. Nee. Ik moet zeggen, ik vind dit een heel interessant bord. Mm-hmm. Je moet naar beneden, want daar is die suit. Ja, ik was even aan het kijken. Ja. Want ja, boven is een probleem nu, dankzij die tutola. Slaapy? Oh, niet slaapy. What the fuck? Ja, het is dat ze erop staat dat je niet kan zien wat het is, maar volgens mij is het echt eng wat eronder zit. Dit is heel eng. Ik snap ook niet waarom ze het de vorige keer wel deed, de vorige keer niet deed en nu wel. Misschien omdat ze stoks in heeft, maar ja. Maar drie. Het is vier. Ja, dat is enige kut aan dat stuk. Oh jee. Kan je met haar onderhandelen met sommige dingen? Nee, ze is rood. Je hebt niks wat rood is, toch? Nee. Nope. Ik kan er gewoon betalen. Nou, maar ben ik mooi dat deze op zich nog laag zijn. Dat ze hier niet in heeft geïnvesteerd. Nou, je bent zo meteen bij de bank. Ja. Nou, wat is het probleem nu? Ja, dat heeft ze ook nodig. Ja. Er staat zo ver achter, ze, dat heeft ze ook echt nodig. Vijf. Twee. Nope. Nou, Soets zijn... Nou, dat is gelogen, want Soets hebben we de vorige poort ook al bijna gejuist. Oeh, ik mag warpen. To any non-venture, non-suit square you like. Non-venture is dus niet iets wat ik kan kopen. Ik kan het proberen. Oh, je hebt de kist. Wat een dieves onzin, zeg. Oh. Nou, zilverlijn. Niet zo erg. Ja. Dat valt mee. Ja. Ze naait je tenminste niet zo hard. Twee. Nee, je komt op mij. Die zijn niet hoog. Nee, voor nu niet, nee. 57 is mooi. Ben ik alsnog niet... Ja, dit valt mee. Ja, ze krijgt commissies daarvoor. Ja, mooi niet. Zelfs stocks. Twee daarin. Nou ja, ik onthoud altijd nog van... Ik heb zo lang op een bord gestaan dat ik heb zitten koorddansen voor zo lang. Dus ik kan wel lang in het spel blijven. Dat is het probleem. Ja, dat is waar. Ja, dat was echt niet normaal, ja. Dat was het allereerste potje, toch? Ja. 2. 6. Nee, dan land je op die 50. Inderdaad, beter dat jij nu je promotie haalt. Yup. Zou er wel veel spoels in dit bord? Ja, het is elke keer anders. Ja, nou toch heeft iedereen heeft hier ook stoks in, hè? Dus... Ja, ja. Maar ik snap deze niet, want zo goed zijn ze naar verhouding niet. Ja, ik weet, ik heb geen cash om stoks te kopen. Ah, shit, heeft ze net genoeg? Nee, gelukkig. Want dan heeft ze bijna Monopoly daar. Dan moet ze alleen een keer Jessica overkopen. Net niet. Oh, dat is zuur. Nog één stok verkopen. Eén stok in District C.
Nee, dat doe ik zo meteen. Slap, ja. Slappie. Toch even, dit maakt toch niks uit. Niemand is hier. Nee, dat is waar. Vijf. Nou, dat tikt aan. Mhm. Moet ze ook stoks gaan verkopen. Maar zometeen moet iedereen terug naar het Schiereiland, dus... Ik wil eigenlijk iets gaan voorbereiden op dat Schiereiland. Oh jee. Nou ja, het is een beetje een risicovol iets wat ik moet gaan doen hoor, maar... Misschien pakt het uit. Misschien niet. Wie weet. Je landt op jezelf. Verdeeld. Oh nee, we gaan niet spruzen. Nee, nee, nee. Nou, dat was mooi omhoog. Ja. Twee. Eén. Oh ja, gelukkig geen twee trouwens. Oké. Okay. Oh jee. Dit is een hele rare hoor. Want ik help haar hiermee. Maar deze is veel meer waard. Ja, dat is waar. Dan deze. Nee, ik snap het wel. Ze hebben wel nou aan de monopolie, dus... Yes! Ze doet het. Ja, maar ja... Ze heeft wel veel shops, joh. Zij heeft ook veel shops. Mm. Maar ja... Ik heb daar stocks in zitten. Deze is meteen een stuk interessanter. Want jij lijkt ook heel eerlijk zijn. Ik moet ook iets, anders kan ik niet echt mee. Uh-oh. Uh-oh. Oepsie. Oh, wat kut zeg. Maar ik ben de enige die een stok in heeft. Yep. Dus dan kan ik deze weg doen. Kijk, en het is aardig prijzig, maar iedereen moet hier naar terug nu. Mhm. En kijk, zelfs met deze actie zit ik nog maar op 3200. Talen, Daisy. En ze moeten sowieso er langs. Ze kunnen niet ontwijken. Ja, ze kunnen in een pijp. Ja, ze kunnen in een pijp, maar uiteindelijk moeten ze weer een keer uit de pijp. In de pijp, uit de pijp. Ja, buyout prijs is 1000. Ja, gaan we niet doen. Nee. Als je op de 6.000-7.000 had gezeten, had ik gezegd, ja, doen. Mm-hmm. Want dan kan je bij wijze van spreken degene waar Daisy nu op staat, ruilen voor Daisy. Ja. En dan is het die van mij de enige nog die ze moet kopen. Yep. Want ja, er landen wel veel mensen op. Ik moet gewoon geen 3 gooien zo. Zo. Nou, hier help ik mij heel erg goed mee. Kom op! Oh, je komt op mij. Maar weet je wat? Vind ik helemaal prima. Mm-hmm. Ja, ik moet hetzelfde gaan spelen als destijds met bord 1. Leven van stocks. Yep. En dit helpt. Dat helpt zeker, ja. Dit helpt mij in leven. En dit is ook precies de reden waarom Harm en ik ooit deze strategie hebben verzonnen van pompen. Want het houdt je gewoon in leven. Precies. Tenzij je moet gaan force buyouten. Dan blijf je niet in leven. Alle shops gaan weer dicht. Vind ik hartstikke mooi, want ik moet daar langs. Want ik moet nog 1 ding halen, dan heb ik ook weer promotie. Zij heeft maar 2 shops. Of 3 shops. Nee, 2. Zij heeft... Ja, ze heeft een nummer... Hoe staat ze dan zo hoog? Geen idee, maar dit komt mij heel goed uit. Zij heeft volgens mij heel veel stocks. Klopt, ja. Ze heeft heel veel stocks. 3. 4. Weet je wat? Vind ik ook prima. Dit zijn leuke dingen voor jou, ja. Ja, en nu zorg ik ook gewoon voor dat zij naar beneden gaat, want zij stond eerste. Mm-hmm. Nu niet meer. Nee, nu staat Jessica eerste. Mm-hmm.
Mag ik naar mijn eiland? Nee, godverdomme. Ja. Er staat toch niemand op mijn eiland, dus het is niet zo heel... Nee, klopt. Twee. Dokken of dokken? Ja. Dat wordt dokken. Ben ik tenminste ondertussen weer mooi in het spel en is deze eruit. Dat vind ik, vind ik heel mooi. Hé, hey, maar nog een keer gooien. Kom op. Oh. Volgens mij heb ik alleen browse in, hè? Ja, ik heb browse in, dus ik hoef niks te betalen. Ja, deze gaat nou voor de promotie. Dit is nog steeds die suit yourself kaart, hè? Mhm. Gebruikt hij die niet als je nee, dat niet nodig als hebt? Nee, okay. Als je alle suits hebt, ja, dan blijft hij gewoon. Dus, maar dat is hartstikke mooi, ze heeft geen ready cash. Vier. Yes. Eiland, ja, je kan naar het eiland. Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel. Dus een 2, een 4. Ja, een 2 en een 4. Kom op, 3. 3. Domme, dat is geen 3. Nee. Maar ik wil die laatste, want dan kan ik een paar dingen weer terughalen van mezelf. Wanneer kan je die open plot, zeg maar, veranderen naar home? Wanneer kan dat? Wanneer je jezelf maar wil. In het begin van, van je beurt, zeg maar. Ja, in het begin van je beurt. Dus als jij nu naar... Oh, ja. Eén terug? Ja, dan weet ik... Even kijken. Manage shops? Ja, ik ga het nu nog niet doen, hoor, maar... Renovate fake plot. Dat kan je altijd doen wanneer je maar wil. Oké. 4. Nice. $2.60. Bovenlangs of onderlangs. Maakt op zich niet uit. Het is een cirkel, hoe dan ook. Ja, dat weet ik. Maar misschien wel met wat ik eventueel zo hoor. Ja, maar als je bovenlangs gaat, dan moet je... 1, 2, 3, 4, 5... Een 6 gooien. Mm-hmm. En deze moet je een 2 gooien. Maar soms ook even kijken van wat moet jij gooien om niet terug te gaan naar het eiland. Ja, precies. Ja, dat zijn de stocks. Andere stocks. Ja, ach. Het zijn maar 220 stocks. 6. Ik kan hem nog weg ook. Ja, ik moet wel voor zorgen dat ik binnenkort die ding kan gaan spoezen, anders gaan ze hem nog buy-outen ook. Mhm. 2. Dat is geen 2. Dat is wel... Ik land wel weer op jou. Ja, dat is altijd leuk. Buy stocks. Ja. Zo, home geldt toch voor iedereen die, erop, staat, die erop komt? Ja. Kijk, ik had ook wel in jou kunnen investeren, maar jij moet die laatste Monopoly nog hebben. Als jij die laatste hebt, kan ik ook gewoon in jou gaan investeren. Mm-hmm. Ja, waar zou ze toch naartoe gaan? Ik zit al fucking rijk klaar. Mm-hmm. Oh, kut, sorry. Daar staat nog 120. 2 of... 2 of 6. Nice. Nou, huppakee. Oh, ja, wacht even, ik krijg de kant op. Oh, maar ik kan wel een ballon, dus... Huppakee. Nou, gefeliciteerd met je Monopoly. Dankjewel. Tenminste, als de FR nog werkt hoe ik dacht dat hij werkte. Ja. Ik was even aan het nadenken van, hij triggert toch wel? Ja, hij triggert gewoon. Gelukkig. Nou, nu hoop ik dat jij daar lang blijft staan. Dat hoop ik ook. En gewoon kan mooi sproezen.
Jij ja, hebt zat stoks, toch? Ja. Ja. Auw. Zes. Oh, die winkel van Daisy? Yes. Is 510. Ja, dat is best hoog. Dat is best prijzig. Tuurlijk. Pak ze laatste, of niet? Yep. Ja. Nou ja, zij heeft nog bijna niks, dus misschien niet zo heel erg. Nee, klopt. Het wordt een beetje een discussie tussen die twee. Je ziet ze niet zo heel vaak met elkaar ruilen of zo, hè? Nee, klopt. Oh, daar heb ik geluk mee. Ja, totdat je zo ingooit. Ja, klopt. Klopt. Zelfs stocks. Nou, die heeft de promotie nu. Zij heeft heel veel shops, maar ze heeft niks aan monopolies. Want of jij plots of Jessica blokkeert ze. Yep. Of jij en ik blokkeren ze, kan ook nog. Ik wil net zeggen, wat voor rare fascinatie zou ze dan hebben met die 510? Eén. Home, ja. Dus dat is een 4 of een 4? Dat is geen 4. Nou, you got to pump it up, cause you know you got... Daar kan je meestal kapitaal in stoppen, ja. Nou. Laat het horrorverhaal al beginnen. Ja. Nou, dat gaat lekker. Nou, jij steekt nu net ook boven mij uit. Yep. Laat me zo meteen maar eventjes 6 gooien. Nou ja, 6 of een 1. Hé, hey, ze heeft een force buyout gedaan. Ik snap het niet. Niemand is daar. Ik ben zo meteen ook weg daar. Zie, ik sta daar dus. In principe kan ik zo weg. 2. Ja, nou, ik heb de cash niet. 3. Oh, ze gaat weer sproezen. Ja, daar ben ik even voorbij, dus... Ja, maar er moeten uiteindelijk gewoon weer mensen langs, dus ik snap het wel. Ja, klopt, ja. 2. Ja, oh. Nou begint het probleem. Iedereen op 2000. En het leuke is, als je 4 gooit ben je altijd genaaid. Dat is zuur. Dat is zuur. Maar hij komt wel bij jou, dus ook positief voor jou. 4. Plek 1, 2. Als de andere kant op, kom je op de blauwe. Ja. Nou, sorry, de ballen. Ja, ik snap het wel. Als deze gewoon 4 gooit. Deze gooit 4. Ah, oh, maar ze blijft wel hier. Dat is dan weer voor. Ja, op de arcade, ja. Nou. Warp. Dat zal wel wat zijn, ja. Gelukkig. Ik heb nog nooit een warp gezien hoor, met deze. Nee. Vijf. Ja, je landt niet op jezelf, hè? Ja, je landt toch gewoon op jezelf. Ja. Maar ik wil denk ik arcade gaan doen. Je kan geen kant op, je kan alleen maar naar rechts. Je komt links aan. Dus ik zou zeggen, pompen die app. Gewoon pompen. Maakt niet uit. Gewoon pompen.
Hallo, ik moet ook nog geld overhouden. Toch even, als één keer op je lamp moet, zal al shops al verkopen, dus... Ja. En het geld wat jij erin stopt, krijg jij altijd positief in stocks nog in stocks. Ja. Ja. Dus jij leeft nu gewoon van je stocks, omdat jij de aandelen kan gebruiken om te verhogen. En omdat jij kan verhogen, kan je op die manier nog uitkomen. Nou, Jessica gaat weer terug naar haar promotie. Weet je wat? Fuck it, ik ga jou even... wat geld geven. Ik kan zeggen, dit is raar, maar ja, als ze zo meteen de shop moet verkopen, dan kan ik zo meteen... Ja, kijk, wat handig. Nee. Max kapitaal. Want ik doe nu dezelfde strategie als jou. Deze stocks zijn nu omhoog, zijn nu minder waard. En ze droppen wel, maar ik kan gewoon van de stocks weer blijven leven. Yep. Het is geen truc die oneindig lang werkt, maar het is wel een mooie truc. 4. Nou, dat was deze in het spel. Betalen! Ja, die heeft de stocks daar niet voor, toch? Die heeft de stocks van C nog. Oh, oké, maar dat is op zich niet erg, want ik heb nu heel veel geld. Jij hebt inderdaad nu heel veel geld. En jij gaat... to pump it up. Cause you know you got to pump it up. Nou, hoppakee. Ja, het overleeft ze wel als ze nog op eentje landt. Maar zoveel stocks heeft ze zo meteen niet meer. Yeah, you know, kleed ze uit. Kleed ze uit. Nou, ik heb nu mijn tactiek in mijn hoofd hoe ik dit spel ga winnen. Dat is heel mooi. Want ik ga toch even uit deze, anders ga ik naar jouw eiland toe. Dat is niet mijn idee voor nu. Nou, Daisy, wat gooi je? 3. Ja, dat is het grote aan het eiland, hè? Ja. Ik heb gewonnen, of niet? Bankrupt. Ja. Daarom zei ik ook, deze is zo makkelijk om bankrupt op te krijgen. Ze stond er helemaal bovenaan. Ja. Nice. Net derde, maar ja. Lekker hoor. Ik wil eventjes het grafiekje zien. Nou, de grafiekje hoef ik niet echt te laten zien, want dat is op zich duidelijk. Kijk maar eens even, huppakee. Niet bij de target amount. Nee. Hoeveel moest je nog hebben? Oh, je zat op 13. Oh, oké, dus als iemand nog op was geland, was het klaar geweest, maar... Yup. Nee, ik zat zo te denken, als ik gewoon daar blijf en ga blijven spruisen en dan gewoon op home komen, dat iedereen weer komt... En dan op het moment dat ik genoeg geld heb, verander ik hem in een ballon en dan kom ik op die ballon en dan ga ik naar de bank. Nu zie je ook precies wat stocks doen, hè? Want kijk eens even. Ja, property. Zij heeft nog een derde van wat ik heb. Zij heeft 4,5 van wat jij heeft. Ja. Hebt. Stocks heeft ze heel veel. Ready cash had ze niet zo heel veel. Ze had naar verhouding zo weinig, maar ze overleefde door de stocks die ze bij jou had gedaan. Yep. Want levels liep ze ook nog achter. Klopt. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering van Fortune Street. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog één ding te zeggen, dat is adios amigos.